Goede vrienden, het is bijna Allerheiligen en Allerzielen en ik sta hier op het kerkhof van Schoten in het bisdom Antwerpen. Bij een graf. Het graf van een kindje dat eerder dit jaar is overleden. Loes de Laat. Overleden op 24 februari ten gevolge van een tragisch verkeersongeval. Overreden door een wagen, terwijl haar moeder, haar broertje en haar zusje erbij waren en ter plaatse gestorven. Afscheid nemen van een kind, het moet heel pijnlijk zijn en een groot verdriet. Loes had een lievelingsknuffel, de eenhoorn. En na haar uitvaart hebben veel mensen van Schoten hier een knuffel, een eenhoorn, bij haar graf gelegd of een ander knuffeldier. Als teken van een warm afscheid van Loes. Een afscheid in de warmte van een gezin en een familie, ook in de warmte van een dorp dat de dood en het verlies meeleeft. Op dit kerkhof liggen zoveel overledenen van het voorbije jaar. Jonge mensen, heel oude mensen, ten gevolge van COVID of een andere ziekte. Of gewoon omdat de jaren op waren, uitgegaan als een kaarsje, zoals we zeggen. In de dagen nu van Allerheiligen en Allerzielen zullen veel mensen voor een stille wandeling naar het kerkhof komen. Ieder met in het achterhoofd de herinnering aan de eigen overledenen van de familie of van de vriendenkring. En zo'n stille wandeling op het kerkhof is het moment waarop we herinneringen aanhalen. Het kunnen dankbare, zelfs blije herinneringen zijn. Het kunnen ook nog tragische herinneringen zijn die pijn oproepen en kwetsuren opentrekken die nog niet genezen zijn. We trekken naar het kerkhof om die verbondenheid met onze overledenen levend te houden. En als bisschop en als gelovige wil ik op dit moment graag een bijbeltekst voorlezen uit het evangelie van Johannes. Een vriend van Jezus is gestorven, Lazarus. Jezus is niet op tijd om zijn vriend nabij te zijn in het uur van de dood, ook niet om hem nog voor de dood te behoeden. Zijn twee zussen, Martha en Maria, staan klaar om hem te begroeten. En een van de zussen, Martha, zegt tot Jezus: Heer, Jezus, als gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat gij ook aan God vraagt, God het u zal geven. Jezus zei tot haar: Uw broer zal verrijzen. Martha antwoordde: Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag. Jezus zei haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? Het zijn de woorden van Jezus. We willen ze laten klinken, maar vooral in ons hart meedragen, wanneer we met Allerheiligen en Allerzielen bij een graf komen. Zoals dat van Loes hier in Schoten.